hebben voor het opleidingsonderdeel verdiepingstraject eigenlijk een meubel gemaakt, een interactief kindermeubel. En bij ons noemt de meubel eigenlijk Sydney. Dus wat dat Sydney eigenlijk bijzonder maakt, is nieuwsgierigheid opwekken, zowel bij kinderen als volwassenen. Er is eigenlijk heel veel interactiemogelijkheden. Er is een whiteboard aanwezig, acryl-elementjes om dingen op te zetten, dingen te toon te stellen. Eigenlijk overal zijn kleine details, vormgevingen voorzien, waardoor dat eigenlijk een tentoonstellingsmeubel wordt. Waar eigenlijk kinderen kunnen mee spelen, kunnen leren, ontdekken, nieuwsgierigheid kunnen opwekken, fantasie. Dus ook op de stoeltjes waar we nu op zitten. Dat is eigenlijk echt bedoeld om te gaan stapelen, om in het meubeltje zelf te schuiven. Noem maar op. Eigenlijk ontworpen volgens de fantasie van een kind, wat een kind graag zou willen doen met een meubel. Alles is mogelijk. We hebben alle drie een aparte kunstenaar of architect gekozen en die uiteindelijk dan samengelegd en als onderlegger gebruikt als, om daar inspiratie uit te halen voor een meubel. Voor mij was het Memphis, voor Hulke was het Gijs van Varenberg en voor Justine was het John Heyduk. Redelijk soort van postmodernistische stijlen, dat sloot op zich wel op elkaar aan. Maar er waren ook nog wel genoeg verschillen tussen de stijlen om een soort van een bepaalde spanning te vinden en om daar dan echt soort van de goede dingen uit te filteren om dit meubel te realiseren. Ik ben Evie Pulins, experte circulair economie. Ik geef hier les in de master interieurarchitectuur en ik begeleid mee het verdiepingstraject Duurzaam Meubel. Duurzaam meubel is eigenlijk een samengaan van twee verdiepingstrajecten, meubelontwerp en duurzaamheid. Maar omdat wij dat vanzelfsprekend vinden dat een meubel duurzaam ontworpen wordt, geven wij dat samen. Duurzaamheid wordt ingevuld vanuit het idee van circulaire economie. Dus de studenten ontwerpen niet alleen een mooi meubel of een functioneel meubel, een goed doordacht meubel. Ze zijn bezig met de materiaalkeuze, maar ook het vervoer, de verpakking van het ontwerp. Als er iets stuk is, hoe wordt dat hersteld? Dus echt eigenlijk de verkoopsmodellen echt zoeken naar een manier om verantwoordelijkheid te nemen. Niet iets droppen op de markt en dan mag het weggesmeten worden. Mijn naam is Ben van der Loek. Ik ben educatief verantwoordelijk van de bibliotheek van Brecht. Ik werk samen met verschillende andere bibliotheken in het samenwerkingsverband Biscuit. En daarom willen wij tentoonstellingen organiseren. Vandaar deze opdracht. Het is heel interessant omdat de studenten eigenlijk heel andere invalshoeken hebben gebracht. Of heel andere materialen waarmee ze ook tot heel andere producten komen. Maar ik vind wel dat ze, vind het wel interessant en straf met wat ze dan tevoorschijn komen. Ja. Ja. De tonen en waar wij eigenlijk 9 maanden aan gewerkt hebben. En dat was voor ons wel heel belangrijk dat we die jury ook nog konden doen. Ja, we hebben het echt heel erg naar de zin gehad eigenlijk met deze opdracht. Dat was echt een hele fijne opdracht. En we hebben het onderling ook heel fijn gevonden om samen te werken. Dus het was echt heel prettig. Ja, zeer zeker.